Deze nieuwsuitzending is in de serie Weltschmerz. En gaat over wetenschappelijke verhalen door wetenschappers, zoals professor Dr. Bert Vermeersen. Die naam die werd mij doorgegeven door iemand die een reactie gaf op mijn film. Een. Kijk en hier erbij. Ik heb een filmpje gemaakt na uitzending, nieuws, uitzending te 6.15. En dat heet. Dat is gerijmd. Geert Wilders zijn PVV. En Thierry Baudet zijn FVD. Hebben geen verstand van klimaat en CO2. Dat. Is, daar heb ik een partij kritiek op gekregen, joh. Zo zou ik net hoor. En dan onder andere van uh, Mark van Utrecht. Ja, ik vraag me af wat dat een echte naam is, hoor. Ik heb naar nou zijn kanaal uh, natuurlijk even geklikt. Ja, dat is een kanaal zonder uh, content. Dus, uh, iedereen neemt een account, maar. Hij gaat het mij een beetje aflopen zeiken, maar hij heeft zelf geen content. Ah. En dan zegt hij: Dat is Mark van Utrecht. Dat is U. Wat staat er nou? Dat ben ik toch weten ja, ook, hè? En een beetje. Ja. U, lange ei. en T-R-E-G-T. -E ik vind het een rare naam. Heten echt mensen zo? Ja. Utrecht. Ja, er is ook een Jos van Utrecht. Nee, Utrecht dus, ja, okay. in Eersel. Ja, nee, het zou kunnen, maar goed. Ja, ik zoek het maar even op. Ja, die Mark van Utrecht die zegt aan. Uh, planeetwetenschapper, professor dokter Bert Vermeersen. Kan deze man, dat ben ik dus. nog wel het een en ander bijbrengen? Ja, dat ik hier depressief van word. Ik zal uitleggen waarom. Kijk, waar professor dokter Bert Vermeersen. Hierna te noemen Bert van Meersen. Dat vind ik genoeg eigenlijk. Waar het zijn these is, is dat de aantrekkingskracht van de aarde niet overal hetzelfde is. Dus dat de, de valversnelling in India. Lager is dan de valversnelling in Amerika. Nou, ik heb geleerd dat de valversnelling, die veroorzaakt wordt door de massa van de aarde, dat die varieert met de breedtegraad omdat de aarde niet helemaal bolvormig is. En ja, dan, dan zit je rond de evenaar. Dus hij is een beetje. Dus de, moet ik moet zeggen. De aarde heeft zeg maar, de vorm van een mandarijn overdreven gezien. Dan, hè? Het verschil is niet zo heel groot. Maar rond de evenaar heb je dan een. Gravitatieversnelling, dus een valversnelling van 9.79 meter per seconde kwadraat. En op de hogere breedtegraden is het 9.81. Dus het scheelt dan 2%. En alleen afhankelijk van de breedtegraad. En Bart Vermeersen, die zegt dan dat de, dat de valversnelling in India beduidend lager is. Want de zeespiegel is daar 100 meter lager. Heb ik nog nooit gehoord. Dat vind ik echt bizar. Ik vind het te gek voor woorden. Dat de valversnelling daar minder is. Hè? En hoeveel dan? Ja, dat zegt Bert Vermeersen niet. Maar dat zou je toch makkelijk kunnen meten? Wat je nodig hebt is een, uh, ja, een lange buis. En die moet je vacuüm zuigen. En dan laat je een stuk lood in uh, naar beneden pleuren. Dan kan je het zo meten. Sterker nog, uh, je kan het zoen met een weegschaal. Moet je een nou nauwkeurige weegschaal hebben. Toon dat dan aan. En Bert Vermeersen zegt dan dat je dit kan meten, dus dit effect, door met een zeilboot of een ander ding dat drijft. Dan denk ik: Jeetje, man, ben je echt professor-dokter? En dan heb je een GPS-dingetje nodig en die meet ook je hoogte. Ja, ja. Dan kan je zien dat je daar omlaag gaat, want het water wordt daar niet zo hard aangetrokken door de valversnelling als in de buurt van. Ja. En bij Canada heb je dat dan ook, en in het noorden van Amerika is dat dan ook. Daar is de, de zeespiegel echt ja, tientallen tot 100, tot 200 meter lager dan op de rest van de aarde. Dus dan moeten die gewichten dus anders zijn. Hè? En daar komt hij dan niet mee. Met zo heel eenvoudig: van, uh, als je een, een kilo lood hebt, die weegt dus een kilo in, uh, nou, laten we zeggen, daar waar de zeespiegel niet laag is, daar is een hele hoge aantrekkingskracht, er wordt altijd water naartoe getrokken door de aantrekkingskracht van de aarde. Dus daar weegt het dan een kilo, dan nemen we datzelfde spul mee uh, naar India en dan weegt het nog maar 900 gram. je 100 gram kwijt of zo. Qua gewicht dan, hè? Je hebt nog net zoveel massa, maar het gewicht is minder omdat de valversnelling daar minder is. Dat is wat hij beweert. Dan hoef je niet met een boot of een ander drijvend ding te gaan kijken hoe hoog je zit. Lijkt mij. En dan begint hij zijn toespraak. Ja, ik heb dat helemaal afgeluisterd, omdat dus die Mark van Utrecht zei, dus inmiddels drie uur, uur geleden, kan deze man, dat ben ik dus, nog wel het een en ander bijbrengen. Nou, bijvoorbeeld dat hij mij gaat uitleggen dat water ook gevaren heeft en dat we daarom ook onze kinderen leren zwemmen. Dan denk ik, ja, is dat de taak van een professor dokter in de wetenschappen? Om dat mij uit te leggen? Uh, wat, wat, waar, uh, aan, hoe oud zijn die mensen die deze man normaal gesproken college geeft? Uh, wat, wat, wat voor een idee heeft hij over het intellect van zijn publiek? Of wil hij de grappige joker uithangen? Nou, dan kan ik vertellen dat uh, meneer Finkers uit de, de Achterhoek, uit Almelo, want daar is altijd wat te doen. Het ene stoplicht springt op rood en het andere stoplicht springt op groen ja die is een stuk grappiger. ja kom daar dan mee. nou wat hij dan vervolgens ook zegt is dat als je dan gaat naar Antarctica, dan is daar de zeespiegel een heel stuk hoger dan uh, elders, want dat ijs trekt Water aan. In de zin van zwaartekracht. Ja? Nou, is de massa van het ijs op Antarctica. Heb ik even opgezocht. Dat is. Nou, uh, zeg maar 3 keer 10 tot de macht 19 kilo. Dat lijkt heel veel. Is dat ook natuurlijk. Dus dat is dus 30 extra. Kilogram. Ik weet tegenwoordig wat 10 tot de macht 18 is. De 30 extra kilogram ijs ligt daar. 3 keer 10 tot de macht 19. De massa van de aarde is 6 keer 10 tot de macht 24. Dus. De aarde is 100.000 keer zo zwaar als de ijshoeveelheid op Antarctica, oftewel de ijshoeveelheid op Antarctica is 0,00001 van de massa van de aarde. 0,00001. Dat is vrij weinig lijkt mij. Dat is een duizendste van een procent. Want die zeemassa rondom Antarctica... die wordt aangetrokken dus door de aarde zonder meer... want als dat niet het geval zou zijn... dan slingert dat water eraf... De aarde draait rond, dat geeft een middelpunt verliedende kracht. En als er geen zwaartekracht zou zijn, dan zou iedereen wop, uh, into outer space, space gaan. Dat is logisch, toch? Dus het water ook. Maar het water wordt aangetrokken door de aarde. Daarom blijft het op aarde. En dan ligt daar een ijsmassa en die heeft als massa... Uh, uh, een honderdduizendste van de massa van de aarde. En die trekt dan het water omhoog. Ja ja. En dat gaat hij dan laten zien. En toen werd ik misselijk, hij, had, hij ging een experiment doen. Hij had een aquarium. En daarin lagen ijzerdeeltjes. Zo'n laagje van een centimeter of uh, twee, drie centimeter dik. IJzerfeilsel. In, in een glazen bak. Een, een soort aquarium. En had hij daar een magneet, uh, hield hij erbij. En zei hij, kijk, hier kan je het zien. En dan houdt hij de magneet langs het glas... Aan de buitenkant. En inderdaad, zie je dat ijzervijsel. Ja, dat kruipt omhoog tegen dat glas. Ja. Maar als hij een experiment had willen doen dat lijkt op het water rond Antarctica. dan had hij een magneet onder dat aquarium moeten houden. die honderdduizend keer zo sterk is. Als die magneet die hij in zijn hand houdt... en dan die magneet die hij in zijn hand houdt... die beweegt hij dan langs het glas. En gaat dat ijzeren dan nog steeds omhoog. Die magneet onder het aquarium is honderdduizend keer zo sterk. Nou, daar kan je nog tegenin brengen dat... Uh, dan moet je eens werken met afstanden, want... Kijk, dat Antarcticaanse Antarctica, ijs van Antarctica, Antarcticaans, had ik willen zeggen. Het ijs van Antarctica, dat ligt natuurlijk dichter bij dat water dan de, massa, de totale massa van de Aarde. En de zwaartekracht die neemt af met het kwadraat van de afstand tussen de twee massa's. Daar moet je even aan gelopen puzzelen, maar je hebt minimaal twee magneten nodig. Waarbij die ene dan 500.000 keer zo sterk is. dan die andere. En die moet je dan op enige afstand van het aquarium zetten. Aan de onderkant. Ja. En wat hij dan ook nog liet zien. dat was een, een, een soort. Ja, een plaatje van de aarde. En de aarde was dan helemaal, allemaal bobbels zaten erop. En net als een, een oliebol. En een oliebol is er ook nooit mooi perfect rond, allemaal van die uitstulpingen en zo. Met allemaal kleurtjes ook nog. En, en dat stond dan voor de hoogteverschillen van het water hier op aarde. Jeetje man. Dat toen ik op de landbouwhogeschool zat, toen kregen wij geleerd dat de aarde gladder is dan een biljartbal. We ja, je nou dat is niet waar, want uh, je hebt de Himalaya en die is best hoog. En je hebt de Marianen bij de Filipijnen is dat hè. En die is best, uh, ja, dat is een diepe snee. Ja, dat lijkt ook wel enorme hoogtes, maar vergeleken met de diameter van de aarde stellen die twee niets, niets voor. Is de Himalaya, ja, hoe hoog is dat ding? Dat is best wel hoog. Maar de diameter van de aarde, of de straal van de aarde, hoe je het maar wil zien, die is heel behoorlijk. En als je dus de aarde zou verkleinen tot een biljartbal... Ja, dan wordt ook de hoogte van, uh, van de Himalaya natuurlijk navenant kleiner. En dan hou je een bol over. Nou, niet helemaal bolvormig. Maar die is gladder dan een biljartbal. Ik, ik meen me nog te herinneren dat ik dat ooit ook heb nagerekend. op mijn Texas Instrument uh, TI-58 rekenmachine Dat ik een 57. Zo'n rekenmachine met een display van 13 digits. Dat wil zeggen 11 digits in de, digits in de display, maar de geheugenlocaties hadden 13 uh, posities. Dat is een beetje slimmer, ik kon er 13 uh, posities mee doen. Huh? Moest je het in je geheugen, dat was programmeerbaar, dus dan kon je het de resultaat, de resultaat van een berekening kleuren in een geheugenplek. M1 of zo. En iets met Modelo, dat doe je Modelo-huppeltje pup. En dan kreeg je het achterste stuk en dan plopte die en dan zag je hem. Ja, of je moest delen door 100 of zo. Daar kon je goed mee rekenen met het dingetje. Was maar 90 gulden. Hè? 40 euro. Programmeerbare reekmachine. goede tijden waren dat. Ik heb het nog nagerekend. En de aarde ziet er helemaal niet uit als een of andere mislukte oliebol. Nou, mislukt, nee, oliebol mag er best een bolletje in zitten. hoor. Ah, een mistig beeld. Dat vind ik erg dit soort dingen. En het allerergste vind ik dan nog dat hij het heeft over acht planeten. Ja, want Pluto is niet langer een planeet. Want die is de, dat is een dwergplaneet. En die tellen niet meer mee. Nee. Ja, natuurlijk, ja. En de aarde is geen planeet. Dat is niet zo. De aarde is... Terra heet dat ding. Dat is de oude naam voor aarde. En de aarde die heet aarde... of je noemt hem wereld. Dat mag ook. Maar het is geen planeet... Wij wonen niet, wij leven niet op een planeet. Op Mars is geen leven. Op de Aarde is geen atmosfeer. Op, op de maan is geen atmosfeer. Op Venus is ook helemaal niks. <laughs> Er zijn mensen en die zeggen dat de zon om de aarde draait. Nou, in zekere zin is dat zo. Want wij zijn de wereld van dit zonnestelsel. Wij zijn daarmee het centrum van het zonnestelsel. Buiten deze wereld is er helemaal niks. De eerste dichtbijzijnde ster is Alpha Centauri. En pokken en weg hoor. Ik weet niet hoeveel lichtjaar. En die Bert Vermeersen, die is dan planeetwetenschapper. Ja, laat hij zich vooral bezighouden met de planeten dan en niet met de aarde. Want daar heeft hij kennelijk niet zoveel verstand van, als ik eerlijk mag zijn. En dan mij een beetje gaan lopen vertellen dat het water ook gevaarlijk is... ...en dat het uh, geconcludeerd wordt uit het feit dat mensen de behoefte hebben... ...om hun kinderen zwemmen te leren. En dan denk ik, jeetje man. Ja, en dan krijg ik dus wel smerts van. Te meer daar hele volkstammen denken van... ...wauw, dit is uh, geweldig. De zwaartekracht in India is een stuk lager dan de zwaartekracht in Polen. En hoeveel geldt dat dan? En dan zegt hij ook nog: Als al het land ijs zou smelten. Dan zou de zeespiegel met 80 meter stijgen. Ja, als de hemel omlaag valt, hebben wij allemaal een blauwe hoed. Als de maan op de aarde pleurt, dan gaan we eraan. Als de zon ontploft, kan de tuinbouw wel naar huis. Maar we kunnen ook zeggen: als, we, als Nederland uit de EU gaat, dan gaat de economie van Nederland een factor 10 erop vooruit. Het zijn allemaal dingen. Het zal best wel waar zijn. Zeker dat we het uit de EU stappen, denk ik door het allemaal opgelucht ademhalen. He, he, dan hebben we weer een beetje poen om de, te verdelen onder elkaar. He? Maar al die andere voorbeelden, hoe zo kan de aarde omlaag vallen? En hoezo als al het ijs, het landijs, daar gaat het om. Want al het ijs wat een beetje loopt te draven, als ja, dat smelt, dan gebeurt er helemaal niks. Ja, met een zeespiegel natuurlijk. Vanwege de wet van Archimedes. Weet je nog? O, IJs heeft een iets lagere dichtheid dan water. Dus als je ijs in water laat drijven, dan zit 90% onder water en 10% is boven water. Nou, en als dan de boel gaat smelten, eh, ja, dan gebeurt er verder helemaal niks. <laughs> dan blijft het waterniveau hetzelfde als je me niet gelooft, doe maar een, neem dan een limonadeglas, dan doe je water in, voor mij wat warm water. Nou, dat is nou, simpel, je doet er water in van 20 graden Celsius. En dan doe je er een ijsklontje in en dan zet je met je watervaste viltstift, watervast, viltstift. Doe je een heel klein streepje zetten waar de waterspiegel in het glas staat. Aan de buitenkant natuurlijk, dat is lekker makkelijk. En dan wacht je tot het ijsklontje gesmolten is. En tot je grote stomme verbazing zie je dat het water in het glas niet gestegen is. Nee, het ijsklontje is pleiten. Maar het water is niet gestegen. Ja. En als je dus een waterglas hebt. En uh, er zit nog geen ijsklontje in. En je zet een streepje. En doe je er een ijsklontje in. Ja, dan zie je de, de waterspiegel in dat glas ietsje stijgen. Nou, dan kan je weer een streepje zetten. Maar dat blijft dan zo. Ook al smelt het ijsklontje. Dus al het drijfijs. En ja, dat maakt geen donder uit, het gaat om het landijs. Nou, en het landijs, dat ligt dus. Even kijken hoor. Dat hier ook staat. Dat is een enorm. Dus, uh, het ijs op Antarctica. Het is iets van. Zoveel procent, heel veel procent van al het zoete water wat we hebben. Want ijs is per definitie zoet water, wist je dat? Hier staat het dan niet. Even kijken hoe. Er stond er even de intro. Nou, ik heb het voorbereid, wat is dit nou? Wat is het dan die andere? Oh, hier staat het: 61%. He he. Als dat gaat smelten. dan stijgt uh, het zeeniveau met 58 meter over de hele aarde. Maar het punt is: het smelt helemaal niet. Want hier staat, dit is uh, Wikipedia. Het onderwerp is Antarctic Ice Sheet. Tweede, tweede alinea. In contrast to the melting of the Arctic Sea. Sea ice around Antarctica was expanding. Wat well, is dan sea ice? As of 2013. Dat is het zee ijs. En dan het land ice. gaago Hoe gaat het met het land Aires? even kijken wat hier staat. We zijn er toch uit, wacht even. Ik ga het even voorlezen. Uh, ik weet niet precies wat hier staat, maar dan zijn we zo achter. An estimate, published in November 2012, and based on the GRACE, een andere afkorting, data, as well as on an improved glacial isostatic adjustment model discussed systematic uncertainty in the estimates. Ja, ja, hahaha. Ha, ha. And by studying 26 separate, separate regions, estimated an average yearly mass loss of uh, gigaton per year from 2002 to 2010. Dat is een neem ik dan aan. En dat is dan, dat staat gelijk aan. 0,1,6 mm per jaar. Ja, en dan gaat dan de, de hoeveelheid ijs die pleiten is gegaan, het was niet overal hetzelfde, want langs de Amundsenzeekust... zeekust. Daar is het meeste weggegaan. Terwijl het stuk van het westen van Antarctica, dat was een beetje hetzelfde gebleven. En het oosten van Antarctica, dat, werd juist, dat had meer sneeuw en ijs. Ja. 0,16 mm per jaar. Wij hebben hier, en dat zei ik dus in het, het verhaaltje over PVV en de FVD hebben geen verstand van klimaat en CO2. Ik ging uit, en dan mag je denk ik wel doen. Iets van 2 mm per jaar. Nou, en hier staat dus door het smelten van het ijs, of het, ja, als het ijs alleen maar van het land afvalt en dan ploft het in de oceaan, ja, dat begint gelijk. ...het zeeniveau te stijgen. Denk aan het glas water waar je een ijsklontje in doet. Zo simpel is het toch. En dat is dan verantwoordelijk volgens Wikipedia... ...voor 0,16 millimeter. Ja, en wij merken hier in Nederland... ...daadwerkelijk, dat, dat wordt bij het KNMI gemeten. Ik heb die, die tabellen, die grafieken gezien. 2 millimeter per jaar... Dus in de afgelopen vijftig jaar, dus ik, ik ben dan uh, bijna zestig, dus zeg maar sinds mijn geboorte ongeveer, is de Noordzee gestegen met tien centimeter. Ja. Nou, klaar. Moet je je daar zorgen over gaan maken? Nee, waarom? Er is gewoon niks aan de hand. En dan kan die meneer uh, van Utrecht wel zeggen, nou, uh, hij kan wel wat leren van uh, die meneer, uh, hoe heet hij nou alweer? Bert Vermeersen. Ik zie er helemaal niks in. En dan zie je ook nog dat ze hier: er is een artikel in uh, hln.be, dat is een of andere Belgische site. Dat beroemde plaatje van een ijsbeer. En die zit een beetje in zijn eentje op een ijsschots. Van oh, de ijsberen verdrinken. Er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest als nu. Tenminste, sinds dat we ijsberen aan het tellen zijn geweest. Dat... De ijsberenpopulatie gaat als een tierenlief. Die ijsberen redden zich wel hoor. Was laatst een ijsbeer en die was aangeland in Rusland. Even kijken of er ook zeehondjes te eten waren. Of stond hij mooi van een koude kermis thuis ingekomen? Waarschijnlijk zit hij nu ergens in een dierentuin. Krijgt hij die elke dag gratis te eten. Alleen geen zeehondjes meer natuurlijk. Want ja, dat staat zo raar voor de gasten van de dierentuin. Hè? <laughs> want ja, ijsberen eten zeehondjes. Hè? Nee, in de dierentuin niet, want ja, daar dat kunnen die kleine kinderen niet aan. Dat, want die, uh, want die zeehondjes, uh, die dus zo lekker flap, flap, flap. En, en dan wordt er zo'n zeehondje gevangen en die donderen ze dan in de ijsberenkooi. Nee, dat wordt een rel van je welste natuurlijk. Nee, dat gaan ze niet doen. Nee, ik heb zo mijn bedenkingen tegen de uitspraken van meneer Bert Vermeersen. Ik vraag me af of die man aan die titel is gekomen. En hij is een planeetwetenschapper, nou dat klopt dus niet. Dat aardwetenschapper moeten zijn, als hij dat al is. Ja. En niet van die rare modelletjes maken waarbij de aarde eruit ziet als een uh, oliebol die uh, ja, van die uitstulpingen heeft. Laat die maar eens gaan werken en uh, ja, dan gaat die maar eens die, die gravitatietoets doen. Zo moeilijk is dat niet. Nou, iedereen ter wereld kan die vragen van. Weeg een kilo zand af, wat mij betreft. Maak een object wat bij jou in de buurt dan een kilo weegt. Of een ons. We hebben geen kilo, we dus doen maar een ons. Maak een object wat precies een ons weegt. En dan een beetje een nauwkeurige weegschaal. Dan moet je wel een weegschaal hebben met een nauwkeurigheid van. Als je dan ons wil wegen, zeg maar 0,01 gram of zo. Die weegschalen heb je. Ik heb ermee gewerkt. Ik heb zelfs maar gewerkt met weegschalen die nog nauwkeuriger waren. Super, super nauwkeurig. Ik weet nog wel dat ik scheikunde, practicum... en ik was er heel slecht in. Maar ik was wel goed in het. Ja, in het leven, lezen van zo'n zo zo proefschrift. Dat is een voorschrift voor de proef. Hè? En ik had zo'n maatje, Weet je ook weer? Ik weet nou, zijn naam weet ik nog wel. Hè? De Wit, Leen de Wit. Zie je wel, weet je nog wel. En dat was zo'n gereformeerde, strenge christelijke jongen. En die kwam uit de Betuwe, dus een soort Bible-belt-dingensfiguur. Uh, en Leen de Wit, ja, die was keihard goed in, uh, in het uitvoeren. En ik was dan heel goed in het doorgronden van het voorschrift. Nou, dan moesten we aan de slag. En voor mij was de truc om zo snel mogelijk klaar te zijn. Dan kon ik lekker, ja, lekker vrij. Het was middags hadden we practicum. Dus ja, het scheelt nog even dat je tot kwart over vijf loopt te zweten in zo'n zo proeflokaal. Of dat je om half vier al uh, buiten staat te graaien naar je fietssleutel. Ja, iets interessants te gaan doen als student, bijvoorbeeld op je bed te gaan liggen met een stripboek. En er stond er een hele lange rij voor de, voor de weegschalen en dat waren dan die topweegschalen met een enorme precisie. En ik kijk naar het experiment en ik zeg tegen Leen van, uh, nou dat hebben we helemaal niet nodig, want Nee, nee, nee. Ga maar naar die uh, simpele weegschaal. Die, uh, maar, die is maar zoveel procent nauwkeurig. Weeg het daar maar af. Want de, het doet er niet zoveel toe. Dit hoeft niet precies 10,0000 gram te zijn. Dat 10,00 gram is, is dat uitstekend. Alleen die deed precies wat ik zei. Dat is erg uh, fijn discussiëren met die vent. En we scoren, jongen. Altijd achtens, negens. En ik altijd lekker om half vier naar mijn fietsleutel graaien. En dan hoppakee op de fiets. En we waren vrij. Dat vond Leen ook leuk. En hij woonde bij mij op de afdeling. Dus dat schept ook een band. En ik hoefde geen zak te doen. Dat dus schept ook een band. Had Leen ook wel in de gaten. Ja, je moet Perry niet de proeven laten doen. Want uh, dat doe ik wel. <laughs> we wil wel die dingetjes uitvoeren en zo. Ja, erop in mijn a of zoiets, en dan moest, ik, uh, moest je ieder voor zich. Dan mocht je niet meer werken in teams. Uh. Nou, daar heb ik het wel iets moeilijker gehad, moet ik zeggen. Ja, ik weet wel wat van uh, weegschalen en dat soort dingen. Ja, dat kan je toch zo doen. En dan laat hij meneer Bert Vermeer, die had hij er. Vanuit Australië, India, Curaçao, overal gaan ze een kilo afwegen. En uh, nou, dan nou, netjes inpakken, opsturen naar de Technische Universiteit uh, te Delft. En dan gaat hij daar al die pakketjes van die verschillende regio's op de weegschaal leggen. En dan kan hij zien dat de zwaartekracht verschilt uh, precies waar de C, uh, het zeeniveau lager is. Ja. heeft hij helemaal geen GPS-metingen voor nodig. Dan hoeft hij niet met een zeilboot of een ander drijvend ding en een GPS-locator uh, te gaan kijken hoe hoog die zit. Dat lijkt me veel te duur, namelijk. Je laat je die, die rotsen er gewoon opsturen via TNT. Wat is ja, dat nou? Ja, dan kan me die Bedvermeers dan niet verzinnen. Zoiets. En dan ja, wel een hele samen mensen en allemaal. oh yeah, Bed Bedvermeers. Wow. Maar ik krijg er wel een wel een van. Ik krijg er een buikpijn van. Dan wordt ook nog van mij gezegd: dan kan Piggy Winkel nog wel wat verliezen. Ja, nou helemaal niks dus. En met de ijsberen gaat het geweldig. Dus, uh, daar heb je ook geen zorgen over te maken. Dan staat hier een van de verklaringen die Vermeersen daarvoor in dit college geeft. Comma, is de aantrekkingskracht die de enorme massa ijs op onze planeet op het water heeft. En hoezo de enorme massa? Dat van Antarctica, dat is 100.000ste van de massa van de Aarde. Hoezo is dat enorm? En dan wil hij ook nog vertellen dat hij. Dat Artica, ja, hoeveel ijs daar nou weer ligt, maar. dat is drijfijs volgens mij hoor. En dat heeft dan een aantrekkingskracht op het water voor de kust van Noord-Amerika. Ja, Dat zit op een behoorlijke afstand, lijkt mij. Terwijl die aarde, die heeft dan nog steeds een massa van 500. Ja, dat is, die, die massa daar. van het Artikaans-Artikaans. het ijs op. Arctica, de Noordpool, wat, wat erboven ligt. Ja, dat, dat is dus nog maar is 40%. Dus dat. Waar kom je dan op uit? Ja, dan heb je dus minder. Dan heb je, Dat is maar 75% van 2,65. Ja, dat is nog minder. Dat is Nog steeds uh, factoren ernaast. En dat, ja, dus dat water wordt door het ijs op de Noordpool weggetrokken van de kust van de westen van Amerika. Nou ja. Nou, ik zou graag. Uh, hier moet toch eenvoudig een modelletje voor te maken zijn, hoor. Dat moet je in de computer zo kunnen doen. De eindige elementenmethode. Ja. Maar laat hij maar eerst maar eens beginnen met uh, duidelijk te maken dat uh, de zwaartekracht dus niet, zoals perigeleerd geleerd is, uh, alleen maar afhing van de hoogte gaat. Dus uh, de, de, de breedte gaat, zeg maar. <laughs> <laughs> maar uh, ja, de, de breedtegraad, he, dat gaat. Ja. Die andere is de lengte gaat. Uh, dat is andersom. Hè. Maar de breedte en de, de hoogte van de breedte gaat, zo is het mij geleerd op de middelbare school. En gemiddeld is die 9,8 meter per seconde kwadraat, dus de valversnelling. Dan kan je daar de gravitatie uit afleiden. En dat had alleen maar te maken met de afstand tot de kern van de aarde. Bij de Noordpool zit je relatief dichter bij de kern dan bij de evenaar, dat is alles. Dit lijkt mij ja, gefantaserende ruimte hoor. Met alle respect voor Bert Vermeersen. En met alle respect voor uh, meneer Van Utrecht. Mark van Utrecht. Hij zal wel niet blij zijn als hij deze uitzending hoort. Maar... Ik heb ook geen zin in een discussie met deze man. Met die Mark dan. En met professor Dokter... Bert Vermeersen, die dan beweert dat de aarde een planeet is. Ja, dus. moet ik die man uit die droom gaan helpen? Dat lijkt me toch wel zielig voor hem. Dat hij maar blijven denken dat hij woont op een planeet. Maar dat woont hij niet. planeet komt van het Grieks en dat heet het planaire. dat betekent zwerfster. Want je had de vaste sterren. En de sterren die zwierven maar wat. Dat waren de planaire. Zwerfsterren. En de Aarde is geen zwerfster. De Aarde is geen planeet. De Aarde is een Aarde, namelijk. En is het centrum van het zonnestelsel. Ja, maar ben je dan geocentrist? Ja. Dat zeg ik op de plagen, natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk draaien we om de zon heen. Hè? Maar het hele gebeuren draait om ons. Net ja, zoals een vrouw kan zeggen met zes kinderen: mijn hele leven draait om die kinderen. Terwijl die kinderen kunnen zeggen: ja, alles draait thuis om mama. Ze He? dus draaien om. Dat heeft twee betekenissen. Dat kan je letterlijk opvatten of je kan dus zeggen: alles draait om. Mijn hele leven draait om muziek maken. Ja, zo draait het zonnestelsel om ons. Zonder ons, ja, wat heb je dan nou nog aan het zonnestelsel? Is eerlijk? Helemaal niks namelijk. Dus het draait om ons. Wij wonen niet op een planeet. Wij wonen op een aarde. En ik ja, kan er wel smers van krijgen, want dit soort. Ja. Of uit. Oud... Hoe wil je zeggen? Ja, die, die mensen zeggen maar wat. En helemaal schrijnend vond ik dan uh, dat hij dat. Het feit. Dat het, ijs, dat, dat het ijs van Antarctica dat water omhoog trekt in de zee rondom, de oceaan rondom Antarctica, dat hij dat ging laten zien met een aquarium met ijzervijzel en één magneet ja, dat is dat, dat, ja. dat slaat nergens zo Minimaal even uh, ja, de wet van Newton erbij moeten pakken. Uh, die stelt dat twee massa's elkaar aantrekken. met het product van de massa's gedeeld door het afstand tussen de twee massa's in het kwadraat. vermenigvuldigd met de gravitatieconstante. En dat geheel dan is. Massa keer massa. massa 1 keer massa 2. En dan delen door de afstand in het kwadraat. En dat samen dan vermenigvuldigen met de gravitatieconstanten. Dan heb je de aantrekkingskracht in, uh, in Newton. Ja, doe dat dan. Uh, laat die berekening even zien. En hij zal moeten hebben dat, dat het ijs, dat die ijsmassa dat dichter bij die watermassa ligt... dan de aarde die daar ligt... dat steengebeuren... maar dat steengebeuren... wat er dus onder de, onder de oceaan zit daar... dat heeft een veel grotere dichtheid... dan dat ijs. Ik weet het niet hoor. Ik denk dat die... Uh... Ik... Uh... Nee, ik zie dat niet echt zitten. Persoonlijk dan, hè? Ja. Zo een beetje met een natte vinger. Dat ik denk, laat maar zitten. Daar krijg je niet een gemodelleerd. Daar kan je niet een model voor opstellen. Waaruit het blijkt dat het water dan rondom Antarctica schuin omhoog gaat staan, vanwege die enorme eesmossa. die maar 100000 honderdduizendste is van de. Massa van de aarde. Kijk, Antarctica is. Dat is landijs, dus dat land wat er onder dat onder ijs zit. Ja dat land zit dus boven de zeespiegel. Punt, hè? En dat is zwaarder dan dat ijs wat er bovenop ligt. Dat is er ook zo die ik net bedenk. Punt. In ieder geval een hogere dichtheid. Dus wat is de dichtheid van, van graniet zo eens kijken? Soortelijk gewicht en dan graniet. Ja, dat staat wel handig. Oké. Mmm, dat is. ongeveer drie keer zo zwaar als water. Het soort uit drie keer zo, uh, het 2, keer zo. Het soortelijk gewicht is 2,7 keer zoveel als dat van water. Ja, vandaar dat het gewoon niet ook zinkt. Ja. Nou, super bedankt voor het luisteren. Dat je luistert naar mijn weldsmerts over dat wetenschappelijke beetje in de ronde hoer. En Mensen roepen maar wat. Ik ken ook iemand en ja, dat is Marco en die beweert dan dat videobanden ja, die zijn dan tegenwoordig redelijk betaalbaar. Hè? Want wat, wat koop. Nou, ze zijn bijna niet meer te koop. Maar. in de tijd dat ze nog te koop waren. kocht je een videoband voor. Zeg maar, zo'n VHS-band. Hè? Leeg. Hè? Met 10 gulden of zo. Hè? Ja, zei die maar. Uh, ten tijde van de maanlanding. kostte zo'n videoband wel 200.000 dollar. Dat is helemaal niet waar. Marco zegt het dan op zo'n moment. En wat kan ik er tegenin brengen? Ik kan niet op Wikipedia even opzoeken wat de prijs was van een videoband. Ten tijde van de maanlanding. Dus begin jaren 70. De, de, de laatste Apollo vlucht was. Uh... Even kijken, wanneer was Apollo 17? Want daar zijn ze ook alles van kwijt. Hè? Apollo 17. Apollo nummer 17. Want gaat ik eigenlijk dan... naar Oh, fok, dat komt mijn eigen. Dat is mijn eigen site. Hè? Ja, dan ben je een beetje naar mezelf zitten kijken. Nee, dat bedoel ik niet. Uh, kom op. Apollo 17. Wanneer was dat nou? Apollo uh, 17. En dan Vicky. Even kijken. Uh, dat was dus uh, 1972. Dus in 1972 kostte een uh, videoband. Zoiets de kwaliteit van een VHS-band. Of Betamax of zo. Dat kostte wel uh, ja, 200.000 dollar. Zeg maar, Ja. <laughs> ja. Daar kan ik ook wel smet van krijgen. Ik was helemaal. Uh, dat was sprakeloos. Dat krijgen we nou. Ja, zei Marco, dat uh, moet wel. Want uh, waarom zouden ze anders uh, die banden hebben gewist? Dat kan alleen maar zijn omdat ze echt ongelooflijk tering duur waren. Ja, natuurlijk. En graag geloofde daar. Ja, dat moet wel, want anders. Uh... Ja, dan zou het toch betekenen dat er mensen zijn die uh, de boel opgelicht hebben. En dat geloof ik niet. Want uh, ja, oplichters en zo, dat is alleen uh, in de Hollywoodfilms, maar niet in het echt hoor. In het echt bestaan oplichters niet en uh, zeker niet in die schaal. En, uh, nee, dat, dat kan niet, want het zijn allemaal oprechte mensen. En mensen zijn oprecht en alle mensen zijn in principe goed. Nou, volgens mij zijn alle mensen in principe slecht. Ze lullen maar een beetje uit hun nek. Als het zo uitkomt. En ze zeggen maar wat. Het maakt ze helemaal niet uit wat het betekent. Het maakt ze niet uit of ze zitten te liegen. Uh, ja, de, de, de geboden van Mozes, daar laten ze volgens mij toiletpapieren van maken. Ze kunnen zo fijn als een blaadje, daar ga ik nu eventjes mijn pips mee schoonmaken. Oh, het tiende gebod. Nou. Zo zijn mensen. En dat Marco een heilig geloof heeft, uh, nou, die, die videobanden, die was misschien wel twee, wat zeg ik, 200 miljoen dollar voor één band. Ja, dat, dat konden ze, nou, ze moesten die banden wel wissen voor nieuwe interessante gegevens. Kijk, hey, zo maken we elkaar niet slimmer met z'n allen. En daar krijg ik dus pijn van, dat heet schmerz. De wereldwee. Wat zeg ik nou? De wereldsmart. Het verkrampen van mijn hart. Van de wereldsmart. En iedereen lult maar wat. Nee, ik word er niet vrolijk van. Ontzettend verdrietig van. Nou, ja, dat is ook niet waar. Man. <laughs> maar ik heb wel een paar vragen aan meneer. Hoe heet het nou weer? Bert Vermeers. Ja, ik zou hem graag wel een keer willen spreken. Even door willen zagen. Kijk, als hij professor-dokter is. Dan, dan is hij toch niet bang voor een ingenieur? Weet je? Weliswaar. Ja, heb ik dus een 9 gescoord. Voor uh, logica in de Propedeuze, dat is ook maar één keer hoor. En voor het officiële tentamen had ik een, wa, een bescheiden acht of zo. En ik had nog een acht voor metafysica en een acht en een half voor taalfilosofie. Zo. Dus ja, dat mag hem wel een beetje angst aanjagen natuurlijk. Ten meer dat ik dat allemaal verkregen heb bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Die zich tegenwoordig verschuilt achter de naam Radboud. zodat niemand in de gaten heeft dat het eigenlijk Katholieken zijn. Zijn Katholieken daar? Dat ik het weet. weet. <laughs> daar ga ik mijn volgende weltsmerks over houden. over het wel en wee van een samenleving met de Katholieken aan de helm. Neem we dat dan? Heet dat eigenlijk een helm? Dat is Engel. Nee, op zijn Engels is het een helm. Hoe noemen wij dat? ja aan het roer moet je zeggen. Ja. Maar dat heet toch een helmstok? Die er vast hebt dat je het roer naar rechts en links kan doen. Hey, daar gaan we het dan straks over hebben. Nou, vanuit Arnhem, ja, het gaat hier ja, best wel goed hoor. Ik ga niet luisteren naar die dokter Bert Vermeersen. Ik heb het gelijk in de gaten dat het ergens, er helemaal nergens op slaat. En ik heb niet eens alles afbeluisterd. Want ik, ja, als je al zo raar begint, want ja, water kan ook heel gevaarlijk zijn. En dat blijkt wel uit het feit dat ouders hun kinderen op zwemles doen. Want je kan erin verdrinken. Ja, had ook nog mogen zeggen, want als je acht liter water drinkt, ja, dan ga je dood. Serieus hoor. Als jij acht liter water drinkt? Dan voel jij je helemaal niet goed. En waarschijnlijk als je dan... Ja, ik weet niet precies wanneer je sterft, maar... En je gaat eraan kapot. Ja. Of als je elke zoveel seconden een waterdruppel op je hoofd uh, gedruppeld krijgt. Was vroeger was dat een marteling. Daar word je knettergek van. Ja, ze dus kan ik ook nog wel uh, 23 verzinnen van het gevaar van water. Moet je een ijsklontje op je kop krijgen wat van uh, 100 meter hoogte naar beneden komt sazen. Nou, dan heb je wel een leuke uh, bult hoor op je schedel. Kun je hem dan uitrekenen? Hoe snel komt het ijsklontje tegen je schedel aan? Hè? Wat is de impact? Nou, super bedankt voor het luisteren. Ik, ik stel het echt erg op prijs en ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden en informatief. Dat je lekker weer teruggaat naar die, uh, die ontspanning die ik juist in uh, die, met die PVV en die FVD. en uh, die hebben geen verstand van klimaat nog CO2. Er is helemaal niks aan de hand. De zeespiegel is gestegen de afgelopen 50 jaar maar 10 centimeter. Ja, ha, 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 ha. Wat maakt mij dat nou uit? Wat zou jou het uitmaken? Huh? Er is helemaal niks aan de hand. En dan gaat het de komende 50 jaar nog 10 centimeter stijgen. Dat mag je verwachten, maar niet harder. Waarom zou het harder gaan? Ja, dan hebben ze. De... Oh nee, maar er wordt wel gezegd. Ja. Eerst zien en dan geloven, hè? Nee, maak je nou geen zorgen, man. Alsjeblieft, doe het niet. Al die klimaatalarmisten, gertig weg. En met de ijsberen gaat het heel erg goed. Tot groot ongenoegen van de zeehondjes, die dat helemaal niet leuk vinden. Ja die moeten allemaal maar naar de zeehondjes opvangen in wat uh, waar zit dat ook alweer? ergens <laughs> in de Waddenzee. Ik weet de naam van die vrouw weet ik ook nog, maar die schiet me nou even niet te binnen. Ik ben er zelfs nog een keer langs geweest om te kijken naar die arme zeehondjes die daar opgevangen worden. <laughs> en al die toeristen die dan komen kijken naar de opgevangen zeehondjes. Uh, die daar lekker veilig zitten, weg, ver weg van die stoute ijsberen. Hé hey jongens, op zijn hamburgers zeg ik tjus en maak je niet de sapel.